Hulpinstanties in Dordrecht luiden de noodklok over het aantal daklozen in de stad. Dat aantal is in anderhalf jaar tijd snel toegenomen. Het Dordtse platform Dak en Thuisloos roept daarom op tot betere communicatie tussen onder meer hypotheekverstrekkers, verhuurders en de GGD. Dat moet voorkomen dat mensen onnodig op straat terechtkomen. Op Rotterdam de Hague Airport zijn 12 Libiërs aangekomen die gewond raakten tijdens de burgeroorlog in het land. Nederland heeft beloofd om in totaal 50 gewonden op te vangen en te behandelen op kosten van Libië. De patiënten gaan na aankomst in Nederland eerst naar het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Na een medisch onderzoek worden ze afhankelijk van hun verwondingen overgebracht naar ziekenhuizen elders in het land. Gemeente Capelle aan den IJssel gaat in 2012 een openbaar subsidieregister op de website plaatsen. Op deze manier kunnen Capellenaren en andere geïnteresseerden zien wie welke subsidie krijgt en op grond waarvan. Het register is het gevolg van een motie van D66 in Capelle. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een grijs begin van de dag vandaag met mist en een lage bewolking. In de loop van de ochtend, maar vooral vanmiddag, op steeds meer plaatsen. Prachtig weer met veel ruimte voor de zon. Het wordt vanmiddag ongeveer een graad of 7.